Maar dat is dat we daar ook voor kindjes zijn. Deze vreemde woorden van Antonin Artaud, helaas in 46, veel te vroeg. Dan kan je caravan moeten omver trekken. Gelukkig zijn wij onversterkt. Allee! Op mijn climax. Antonin Artaud doet daar al een schepje bovenop. Ampoulam en ampoul. Hoe lang ben jij opgestaan? Weet jij dat? Omdat jij niet zo braaf bent. Omdat ik niet zo braaf ben. Dat was mijn probleem, dames en heren. Dat is nog altijd mijn probleem in de politie. Antonin Artaud, doet daar een schepje bovenop. Het is goed voor je bloedsomloop. Ik vraag dan aan de kinderen, de jongeren, om het ritme te geven. Een tekst die niemand begrijpt. Want iedereen heeft toch graag een gedicht tegenwoordig dat ze begrijpen. Wel, die woorden, zelfs de grootste professor hier aanwezig, zal niet weten waarover dat gaat. De heer Artaud haalde zijn woorden bij de shamanen, de toven. Het zijn onuitspreekbare woorden. Akelig om ze uit te spreken. Want dan... En wie heeft die tent gezet? Dat vragen we aan een organisatie achteraf aan de bar. Een oerkracht gaat van die woorden uit. Ik reken op uw medewerking, want we richten onze pijlen daar omhoog. Een vriend van mij, Jeff Van Els, men zal me niet kunnen horen, maar ons heksje Lilo, Hilde, Simon Vickenhoek. Jij komt uit een stoutland. Uit een stoutland, België. Uit Hondenland. Uit Hondenland, dames en heren. Het is nog waar ook, maar vertel het aan niemand. Hij is helemaal klaar voor het theater van de vreedheid. Het ritme gaat als volgt. Oké, we volgen haar. En elke keer als je deze microfoon ziet, verschijnen naar u. Ja, ik ben aan het repeteren voor de 28ste. Jij moet ook nog eens een vrijwaard maken. Echt goed, gij. Jij bent er klaar voor. Dus ernstig rekenen op je van die papieren. Het is hier een eerbetoon naar Lutje bij. Even pauze, even pauze. Dit is mijn climax. Oké. Als je thuis voor de tv zit, dan moet je op je muis klikken. Vilt gaat daar een echo op zetten. Oké. Zijn klaar? Open dan na! We laten ons niet neersabelen door de slechte kritiek. Ernest, kun jij herhalen? Open dan na! Hallo? De hoop van onze toekomst dan. Rosie, wat vindt u daar wel? Wat vindt u aan Rosie? Open dan na! Open dan na! Open dan na! Touwt er dan na! Touwt er dan na! Touw kom er! Maar niet zo van, touwt er dan na! Ga maar een beetje! Touwt er dan na! Touwt er dan na! Touw kom er! Ik moet maar zo dat je de microfoon... Touw kom er! Na kom er! Touw kom er! Jij bent trouwens aan mij! Na kom er! Kom mee! Topsitra! Topsitra! Café Garanda! Café Garanda! Kom op, Ernest! Ka-lak-ju! Da Cobra! Ka-lak-ju! Da Cobra! Ja, dat was te bij. Ka-lak-ju! Da Cobra! Ka-lak-ju! Nou, dat klinkt dus helemaal. Cobra, ja! Cobra, ja! Ja, voedselmata! Ja, voedselmata! Slachtoffer van de poëzie, daar. Ja. Oh. Ik ga niet zeggen, ja! Ja, plaats voor Ernest! Ja! Hallo!
Dankjewel, je applaus voor Ernest van. Nee! Dat mag niet van! Gelukkig zijn we niet verzekerd. Ik zie dat je maar net maar je weg had. Op je arm niet naar een man. De man wat hij laat, toen wil hij een bad. Het bad dat heet, toen liet hij een schip. De schip was arm, toen ging het alarm. Alarm was te laat, toen viel er sprot. Sprot op de rot, toen liet hij een pot. De pot op de... Toen viel een popoen, de popoen dat sprang, in bloody Spanje! Bravo! 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 En graag nog, omdat ik de kans niet dadelijk heb gehad, een warm applaus voor Peter Olbert Hansen.